En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe videogame van mij hier op Itchel Tracks. De enige echte natuurlijk. Ik heb tijdens mijn vakantie een nieuw spel gekocht. En dat spel is Euro Truck Simulator. Ja, ja, Euro Truck Simulator. Echt een geweldig spel. Ik ben er echt reuze blij mee. Ik had al een profiel aangemaakt. Ik heb een klein beetje gecheat met geld. Ik had toch wel heel veel geld nodig. Op een gegeven moment stond ik zo in de min dat ik bijna niet meer uitkwam. Ik heb nu op mijn bankrekening 100 miljoen. En ja, we gaan lekker Euro Truck Simulator spelen, jongens. Euro Truck Simulator. Ja, de naam zegt het al. Vrachtwagenchauffeur. Je moet dus spullen van de ene plek naar de andere plek brengen. En dat is door heel Europa. Dus het is niet alleen Nederland. Het is echt heel Europa. Je hebt België, Frankrijk, Duitsland, België. België had ik al gezegd. Ja, echt. Schotland zag ik ook al, heb ik ook al gezien. Het is echt, het is niet normaal. Parijs. Londen. Ja, het is echt een fantastisch spel. Dus ja, laten we gaan beginnen. Ik heb een rit. Ik ben in Rotterdam en ik moet als het goed is naar Londen. Ja, die had ik. De Londenroute. Dus we gaan lekker rijden. Ik heb nog geen stuur, heb ik nog. Maar ja, die ga ik later zeker te weten kopen. Dus dan kan ik echt met een stuur kan ik lekker gaan rijden. Ik moet het nu nog even doen met mijn toetsenbord. Maar het komt allemaal wel goed. We gaan hem even starten. We gaan even zorgen dat we recht voor de auto zitten. Even kijken, daar is de uitgang. Daar is de uitgang. Dus daar kan ik als het is kan ik. Hier kan ik uitrijden. Er zit zelfs een benzine op. Dus je moet af en toe tanken. Je moet de auto laten repareren. Ja, voor de rest snelheidboetes. Boetes als je door het rood licht gaat. Ja, je kent ze gek niet bedenken. Dus. Nou, we zijn in Rotterdam en we gaan dus naar de Europoort. Dat is een beetje mijn kant op. En dan gaan we daar gaan we ons in laten schepen. Op het schip naar Engeland. De boot naar Engeland. Maar als je te hard rijdt, krijg je een bekeuring. Als je dicht rijdt, krijg je een bekeuring. Het spel is echt zo verschrikkelijk uitgebreid. En ja, het leek me gewoon geweldig op. Zeer naar het hard. Even snel. Ja, dit moet ik even aan wennen. Als ik rem, dan rem ik gelijk naar nul. Een klein beetje gas toegeven. Zodat ik misschien denk van met het stuur zal het wel makkelijker gaan. Hier naar makkelijk achter. Hoe lang rijden? Ja, in game tijd natuurlijk. 14 uur en 7 minuten. Het is een kilometer van 584. En lekker rijden, jongens. Lekker rijden langs de botlek. Nou ja, botlek. Botlek heb ik niet echt. Ik heb ook niet echt alle steden heb je in Nederland. Wat ik wel heel erg tegen vind vallen, is dat ze provincie Brabant, dat hebben ze niet. En provincie Friesland zit er helemaal niet in. Dat vind ik wel heel erg jammer. Dat vind ik wel wat meer gemogen. Trent al Overijssel hadden ze wel, maar ze wel Enschede of Almelo hadden ze. Daar ga ik naartoe, ga ik niet hard. Ja, ik was bij die andere level al bij level 5 en nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Maar goed, ik ga gewoon met dit account gaan gewoon spelen. Je kan het ook online spelen. Sorry. Je kan het ook online spelen tegen anderen, dan kan je gewoon online kan je, ja, vrachten brengen op konvooien. Echt geweldig is dat. Dus de Turkish MP of zo heet dat, zoiets.
Dan kan je ook met elkaar gamen. Dat is echt gewoon. Die kant op. Oh, te ver. Nee, hij is goed. Nou, die kunnen we kiezen. Reistijd 8 uur. Reistijd 11 uur. Waar zit Londen dan ergens? Londen legt meer. Nee, dat is Glasgow, Swansea. Londen, daar kunnen we beter volgens mij die andere hebben. Deze. En dat is maar een klein stukje. Vanaf Felixstowe naar Londen. Die nemen we gewoon in schepen. Nou, je ziet niet dat je op de boot zit. Dat zie je niet. Als het spel nu weer start, dan gaan we gewoon weer gelijk weer verder naar, Engeland. We zitten nu al in Engeland. De eerste keer dat ik dit spel speelde, was wel heel grappig. Toen ging ik ook echt rechts rijden. Je moet natuurlijk links rijden. Ik ben nu natuurlijk in Engeland. Dan moet je ook echt links rijden. We gaan... Hier kijk dan. Vooral als hij naar de bocht toe gaat. Maar je moet echt deze kant van de bocht hebben. Als bij het spook rijden. Daar krijg je trouwens ook een bekeuring voor als je dat op het spook rijdt. Ik kreeg net dat klerenbord niet zien. Oh, hier. Zo. Speedcamera's overal hier, dus ik zal maar netjes aan berekenen aan de snelheid houden. Laten rollen dat ding. Nou, dat valt me ook tegen. Ik denk, nou, daar ben ik er bijna. Nog, potverdorie, nog 476 kilometer. Jeetje zeg. Ja, nou ja, de rotonde moet je dus ook andersom doen. Er valt vies tegen. Ja, ik wil het eigenlijk tussen een... je mag maar 40 hier. Ja, ik wil eigenlijk een vaste datum elke keer doen. Een vaste dag in de week waarop ik een lekker rondje Eurotruck simulator speel. Dus ja, dat doen we. Laten we even achter in de commands. En dan... Eigenlijk maandag of zo wil ik elke keer een rondje Eurotruck Simulator doen. Dan gaan we 60. Oh nee, dat kan niet. Ja, het is lekker rijden. De landen waar je in rijdt verkennen. Ontdekken en dan pas kan je een truc kopen.
Dus. Vaste reeks opmaken op mijn kanaal. Elke keer gewoon even lekker een rondje rijden. En zo een beetje. Ja. De kaart een beetje verkennen. En ja, ik zou het ook wel leuk vinden als er mensen zijn die, als je dit spel ook hebt en. Lijkt je leuk om een keer een convoy te doen online? Dat je het ook met elkaar te gamen. Ja, laat even een berichtje achter als jij ook Euro Truck Simulator hebt en het gers vindt om een keer met mij een livestream te doen. Ja, god. Kutje. Ah, weer schade, potverdorie. Chips. Dicht op elkaar. Dus ik ga even op de grond. De eerste baan ga ik rijden. En dan ga ik gewoon hier ook. Makkelijk rijden. Dan hebben ze geen last van me. Ja, of er moet een spook rijden. What the fuck ben ik aan het. Ik ben helemaal niet aan het spook rijden, vent. Hier. Cambridge. Wat een bullshit. Hij vindt dat ik aan het spookrijden ben. Dus ik ben gelijk weer wat geld kwijt. Van het bank. Door het gras, door het gras. Ongeluk! Oei, oei. Voor training gebruik koplampen. Wat de. Waarom krijg ik gezeik met mijn koplampen? Waarom? Mag ik geen koplampen overdag hebben? Dat hebben ze. Hier! Hier rijdt de ook een koplamp. Wat is dit? Echt. Wat een koekenbakker. Ja joh, en weer een aanrijding. Helemaal niemand. Rijdt er wel iemand? Nee, er rijdt helemaal niemand. Zo, ik ga dat wel een keer uitzetten hoor. Dit vind ik echt fucking irritant. Echt. Jezus. Wat een mierending. Ik doe helemaal niks. Ik gebruik mijn lampen. Nou, dat mag. Iedereen mag zijn lampen gebruiken. Of heb ik mijn lampen uit trouwens? Hier, kijk, nou rem ik wel netjes af. Oh, wacht eens eventjes. Kijk. Ik begin nou ook een beetje te begrijpen. Ik doe het elke keer zo. Kijk, dan ga je wel bovenop je rem. Lights. Kijk, ik heb geen licht aan. Dat is het probleem. Kijk, nou heb ik het licht aan. Dan moet ik zo 373. Ik ben blij dat het niet echt 372 kilometer is, want dan ben je wel even een paar uurtjes aan het rijden. Zijn trouwens, heb ik gehoord, ook trouwens die hebben. Ik heb trouwens gehoord dat de mensen die dit spel spelen het ook echt op tijd doen. Dus dat kan je dan instellen ofzo, ik weet niet hoe het precies gaat, maar er zijn dus mensen bij. Die gaan dus echt, als het bijvoorbeeld echt 361 kilometer is en het duurt 4 uur en 38 minuten, dan kunnen ze dat instellen en dan gaan ze ook echt de snelheid moeten. Dan gaan ze dus ook echt 4 uur moeten dan rijden. Ja, dan
ben ik nou niet echt van plan. Ik ben nou niet echt een streventje. Dus zeg van nou, we gaan ze lekker 4 uur lang naar hen rijden. Die ene was er al terecht. Deze trouwens ook. Ik ga nou toch een 80 rijden. Ik was ook even met mijn vorige profiel was ik even naar Amsterdam geweest en naar Brussel. Ja, gaan we maar voorbij. Sorry hoor, ik ben verkeerd gereden. Ik ben nog maar net een nieuwe truck rijder. Nee. Ga achteruit. Ja joh, rustig man. Zie je, dat kan ik ook hoor, toeteren. Gaan we zeiken. Ik moet even draaien, want ik ben verkeerd gereden. Oh, hij past het wel totaal past het aan. Dat is wel mooi. Ik denk dat ik deze dan ga nemen. Zo. Dan gaan we zo weer terug. Ja, het is wel even. Ja, het is wel leuk. Het is echt een tof spel. Daar moet je echt beter van worden. Nou, ik word alleen maar slechter, want ik ga weer verkeerd. Oh, nou ja, en ik moet nog goed op, dus dat is wel even een dingetje hoor. Maar goed, in ieder geval, nou even geen controleren. Lekker doorgassen hier ook. Oh, 48 nog. Weer gelicht, dus ik moet nog weer even het licht aanzetten. 67. Oei, te ver. Kan ik stiekem achteruit gaan? Ik zie niemand aankomen. Ik zie stiekem niemand aankomen. Bij dan. Ik ga dan voorbij. Ja. Oh, hij gunt me de tijd niet in. Eikel hoor.
vraag. Michael. Nou, ga er voorbij. Tjonge, jongen, kun je er weer niet langs? Jeetje, zeg geen. Ik wil heel even draaien, mocht dat niet? Ja, mocht eigenlijk niet. Ik heb in het midden op een snelweg gaan eens gaan draaien. Gedonderd. Nee, achteruit. Ik denk dat ik dadelijk... Ik zie hem niet meer. Ik ga met zo'n schuin als wat, hè. Een beetje oplossen door gewoon een beetje zo te rijden. Nee, dan ga ik niet te ver. Draai hem nog verder. Juist. Heerlijk. Nou, een beetje zo. Juist. Nou, een beetje recht op het stuur houden. Ja, nou ben ik het goed. Nou ben ik het zat. Dag. Nou ben ik het helemaal beu. Ja, hier ook. Eigenwijs. Klote auto. Hij doet zijn knipperlicht handen en ik rijd gewoon verder. Hij rijdt ook gewoon verder. Ik heb wel weer een bekeuring gehad. Dat vond ik nou niet echt tof. Ja, en weer een bekeuring of een aanrijding. Dat zag het gebeuren. Ja, dat is kloot hoor. Dus dat je elke keer je geld kwijt bent omdat je weer te hard rijdt of weer schade maakt. Dus dat kan je volgens mij wel uitzetten hoor. Dus dat ga ik nog wel even een keer doen. Want ik vind dat echt irritant. Een heel je geldbedrag gaan op. Op een gegeven moment met dat andere account, ik zat echt gewoon echt zo vreselijk in de min. En dan heb je ook eigenlijk geen zin, hè, want dan maak je op een gegeven moment zoveel bekeuringen. Dan heb je meer bekeuringen dan dat je... Waar niks op slaat, want die andere bekeuring die ik kreeg in Rotterdam, in de buurt van Rotterdam, er kwam helemaal niks aan.
ja, dat kan ik toch nog wel geloven, want dat, ja, dat zou ik zelf gebeuren. Het zijn om 3 uur, jongens. In game tijd. 296 kilometer nog. Ja, het is een end rijden hoor, naar Londen. Maar ja, deze leverde echt heel veel geld op. Weer een snelheidskeuring, weer een boete. Dit is echt niet leuk meer, niet leuk. Dit is echt niet leuk. Zeggen met een toetsenbordje natuurlijk altijd met een stuur gaat het veel makkelijker. Hè? ...51 kilometer nog. Benzinepompen niet kan veranderen door echte bestaande benzinepompen. Dat is wel heel erg leuk. Ja, met toetsenbord is minder leuk als met een stuur. Echt uit het stuur hebben om dit spel te spelen. Want dat is eigenlijk het leukste om dit gewoon met een stuur te doen. Zo tikken de kilometertjes voorbij, jongens. Nou doen. Voor jou in de remmen. Ben je er zo blij mee, meneer agent? Dat vind ik niet zo
en nog 194 kilometer. Ja, het is echt leuk. Dadelijk zit ik in, ik dacht dat ik in Londen moest, maar als ik nog even doorrijd, dan zit ik dadelijk in Schotland met mijn rijden. Ah, nog 167 kilometer, maar net stond ik op 300 of zo. Dus ik heb al aardig wat kilometers weggereden. Dat je het kan. 150, 149 kilometer naar nog. Het is even een eentje, maar dan heb je wel wat koers. Ik hoop in ieder geval dat ik mijn miljoen meter, mijn 100 miljoen meter heb. Oh ja, je mag hier maar 80. Sorry hoor, ik ben net kwaad werd. Gelijk wel weer een boete. Zo, heb ik daar dus geen zin om te rijden meer. Dus, ja, het is echt een leuk spel. Ik kan niet altijd nog gewoon echt door blijven rijden. Een truckie.
90 kilometer. Deeltjes maken en dan ga ik wel kijken of ik het leuk vind in ieder geval. Ik hoop wel dat jullie het leuk vinden. Niks zal achter me. Nee. En dan hebben we een nieuwe serie erbij op mijn kanaal. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Mijn excuses hiervoor, hè. Nou. Ja, je moet er wel bijna 8 kilometer. 7. Ik ga wel even. Dit is wel een rolbocht hoor. Dus ik ga het wel even op zoek naar. Het gaat wel echt. Anders ga ik te snel. En dan raak ik de macht over het stuur kwijt. Druk maar 48. Ik ga zo te snel. Ik ga lekker op mijn gemak rijden, Manchester, bekend. Zo. Ik
niks achter me of naast me. Dus we gaan lekker door het duffen. Zo, nog 1 kilometer. Dan zijn we op de plek van bestemming. Natuurlijk weer een aanrijding, een of andere lol die tegen mijn auto aanrijdt. Een zak of zo. Nu moet ik even kijken waar ik echt moet lezen. Ik moet zien dat ik in moet lezen. Dit is de plek. Dit is de plek, jongens, de plek. Ja, enter. Nou, ik. Ja, dat, met die trailer, daar ben ik nog niet echt helemaal over uit. Dus doen we even dit eventjes. Hard verdiend geld. Dat wel. Nou, kijk eens eventjes. Ja, ik sta in ieder geval weer op de 100. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en ik zou zeggen, jongens, ja, als jullie deze video leuk vinden, laat even een berichtje achter in de comments, want dan ga ik meer van deze video's maken en misschien wel een hele serie, als er echt heel veel mensen het leuk vinden om naar Euro Truck Simulator 2 te kijken. In ieder geval, dit was de eerste aflevering in ieder geval. Ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer voor meer video's, ook voor het, dus de nieuwe Euro Truck Simulator 2 die ik gekocht heb. En ik zeg het tot de volgende maar weer. Goed van deze kant. Abonneer dus. Liken. En ik spreek jullie allemaal. Bye bye. Hoi.